Er zijn heel wat mensen dood tegenwoordig. Eerst wat in leven blijven, daar ook nog eens veel tralala bij maken. En als je denkt, nu komt het, dan gaan ze dood. Maar hoe zou het toch komen dat iedereen doodgaat? Een te geringe talenkennis. Pardon? Ach, je weet toch hoe dat gaat. Een Engelstalige dief overvalt een Vlaamse boer en zegt, your talenkennis or your life, waarop de boer antwoordt, sorry meneer, but it was this year a very bad year for talenkennis. En prompt schiet de dief de boer dood. Sterven door gebrek aan talenkennis. Ik mag er niet aan denken. Really, good heavens, Geldram. Eine richtige Schweinerei. Waar zou jij dan wel willen van sterven? Ach, ik weet niet eens waar ik zou willen van leven. Hoe kan ik dan weten hoe ik zou willen sterven? Ik weet verdomd goed hoe ik zou willen sterven. Van de Eiffeltoren springen nadat ik mijn skelet heb laten uithalen. In plaats van het verschrikkelijke gevoel van krakende botten, ervaar ik dan een heerlijke, warme, natte, zachte plof. Dan sterf ik toch liever in bed. Niet erg avontuurlijk. Pas op, in een bed op wieltjes. Kijk daar, een oud vrouwtje zeg. En wat draagt zij toch een zware tas. Dat zou ik nooit kunnen zeg. En daar een groene personenwagen. Past helemaal bij de kleur van mijn nieuwe veldstift. Die ik helaas thuis vergeten ben. Waarom heb jij een veldstift nodig? Om er het licht mee aan te steken. Daar heb je toch hamers genoeg voor? Oh, die gebruik ik ook, maar eerst moet ik met de veldstift een kruisje zetten om te weten waar ik met de hamer moet kloppen. Ai, de auto. Oei, het vrouwtje. Dat was nep zeg. Kijk, de chauffeur, hij stapt uit. Pakt het vrouwtje vast. Gooit haar tegen de grond. Trapt haar tot moes. Wacht enkele miljoenen jaren tot ze in petroleum is veranderd. Giet haar in de benzinetank en rijdt ermee weg. Wat je noemt... zuinig rijden. Maar wat een brutale kerel. En bovendien te stom om niet meteen ook de tas van het vrouwtje mee te pikken. Dat moet je mij geen twee keer zeggen. Maar wat een brutale kerel. Hé, sta daar niet zo te lullen. Help mij liever deze tas hier dragen. Wat is er zwaar, zeg. En wat zou erin kunnen zitten? Niets. Helemaal niets en toch loodzwaar. Het lijkt wel een boek van Sartre. En niet alleen van Sartre. Het zou van om teven welke existentiële filosoof kunnen zijn. Het niets is immers een van de hoofdthema's van de existentiële filosofie. Een denkrichting die het vooral moet hebben van de gedachte dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt. Toch verklaart dit nog altijd niet waarom deze lege zak zo zwaar is. Inderdaad. Maar misschien was het vrouwtje wel zo arm dat ze zich geen lichtere lege zak kon permitteren. Bart en Eva, die hadden thuis een lichte lege zak. En Bob en Helen dan vederlicht. Maar bij Godfried en Godelieve was de zak toch weer andere koek. Godfried en Godelieve, ik heb onlangs nog van... Ach, Tom, die zegt toch om het even wat. Trouwens, zijn en Bob's zak mogen er ook zijn. Dat is toch geen echte zak, dat is een vuilniszak. Maar wat is dan een echte zak? Geensins, een vuilniszak alleszins. Vuilniszakken zijn in de eerste plaats vuilniszakken. Zolang er geen vuilnis in zit, zijn ze niet echt een zak. Een echte zak, daarentegen, is er iets volop zak zonder dat hij gevuld is... Niet de inhoud bepaalt immers de zak, maar de zak zelf de zak. Maar wat doen we inmiddels met deze raszak hier? Gewoon laten staan. Ik voel mij vandaag in topconditie om deze zak te laten waar hij is. Alhoewel, we mogen niet vergeten dat er niets is in deze zak. En dat is precies mijn lievelingsgerecht, nadat ik eens goed gegeten heb. Inderdaad, en niets is wat ik het liefst aan de belastingen betaal. En niets is wat ik het liefste doe. Ik hou van het niets, te voet of per fiets. Het niets heeft dat iets. En nog zoiets. En we mogen ook niet vergeten dat er niets is na de dood. En dat hebben we hiermee dan ook al in ons bezit. Terwijl we nog volop een leven zijn.